allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag wil ik jullie iets laten zien van Craspire. Het is een website en op mijn vakantie deze zomer kreeg ik een berichtje van Anna van Craspire of ik bij haar in de webshop wat dingetjes wilde uitzoeken en deze die ik leuk vond, die zou ze me dan opsturen en of ik daar dan leuke dingen mee wilde maken in een video en jullie laten zien wat ik daar had uitgezocht. Ik heb ook heel erg leuk een kortingscode gekregen voor jullie. Die zet ik hieronder in de beschrijving met samen de link van de website natuurlijk en de links van de artikelen die ik hier heb. En daarmee krijg je 10% korting op je hele bestelling. Dus dat is super leuk. Het is een website met heel veel verschillende artikelen. Maar vooral, vooral... wakstempels heb ik heel veel gezien. Ze hebben ook een superleuk Instagram-account en een YouTube-account met heel veel wakzegel-inspiratie. Dat noemen ze Craspire Official. Ik zal ook proberen dat te linken hieronder in de beschrijving. En dan wil ik jullie nu heel graag laten zien wat ik heb uitgezocht. De artikelen zijn niet heel duur, al moet ik zeggen dat er ook artikelen bij waren dat ik dacht, oeh, die zijn best prijzig. En dat daar de prijs dan niet per se van begreep in verhouding met al het andere. Dus je moet wel even goed opletten. Je kunt, de website is in dollars in eerste instantie, maar die kun je dus in valuta veranderen naar euro's. Zodat het voor jou wat makkelijker is. Wat iets kost en wat je bestelt. Als allereerst, artikelen hebben een verpakking van Globeland. Die heb ik ook op internet al meer mensen mee zien werken. Ik heb een stansen set uitgekozen met vogels. Ik heb hier naast mij opgeschreven wat die ook weer kostte. Deze set was €5,39. Maar er zitten heel veel vogelstansen in. En ik ben wel helemaal van de vogels. En deze zijn een mooie silhouet. Allerlei verschillende. Dus ik dacht hier met een beetje een kraaiachtige vogels. Dus die kunnen misschien met Halloween. Hier eentje die aanvalt. Ja, en je kunt natuurlijk niet per se met Halloween ook andere dingen gebruiken. Maar deze zit er in ieder geval in. Mooie duiven. Dus vliegende duiven standjes. Dus die zijn misschien leuk voor bruiloftskaarten en zo. En deze set die eigenlijk altijd wel kunnen, denk ik. Ik weet niet precies wat voor vogels het zijn. Misschien mussen of zo. Maar allerlei varianten. En die kunnen natuurlijk lente creaties of iets anders. Dus deze set, die was €5,39. Ik heb ze nog niet uitgeprobeerd. Ga ik nog doen. En of ze goed uitstaan, ze laat ik je dan weten in een volgende video. Dan heb ik ook een aantal stempelsets. Ja. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 stempelsets. En die stempelsets, die waren maar €1,13 per stuk. Dus het is echt super goedkoop. En ik vind ze echt mega leuk. Want kijk, ik heb dit set uitgekozen met de vintage meisjes. Die kun je leuk kleuren, hartstikke leuk voor in een journal. En ik heb het wel eens vaker gezegd, ik ben bezig met dingen verzamelen voor een vintage sewing en fashion journal. Dus ik dacht, daar kunnen die leuke jurkjes van die meisjes hartstikke leuk in terechtkomen. Dus ik heb deze set uitgekozen. Het is gewoon een siliconen clear stamp set. Ik denk dat het... Zal ik de maat even opmeten? Volgens mij gewoon de standaard A6. 11 bij 16. 11 bij 16 zijn ze allemaal trouwens. Dus deze heb ik uitgekozen. Dan had ik nog deze leuke gevonden. Die dacht ik dat is leuk. Je hebt van Tim Holtz. Van die, ook van die stempels met cijfers en zo. En die gebruik ik gewoon heel vaak. Kun je leuk op achtergronden gebruiken. Of op stripjes aan verschillende dingen. En er zitten ook een paar hele mooie labels bij. Waarmee je ze dus kunt vullen. Dus dan kan je die zijn allemaal los. Kun je daar dan mooi instempelen. Die vond ik hartstikke leuk. Datums en gewoon cijfers. En plaatsen. Die heb ik uitgezocht. Dan had ik deze leuke set gevonden. Met cirkels. Alsof je een kopje koffie met geknoei zeg maar, hebt neergezet. In verschillende maten. Dus hier wat kleinere en hier wat grotere. En hele leuke vlekken. Zo, die kun je heel leuk in je achtergronden. Als je denkt, oh daar is nog een
kaal plekje. Maar wat ga ik daar zetten? Zou zo'n vlek heel erg leuk kunnen zijn. Oh, en ik zei net dat ik 6 stempelsets had gekozen. Maar daar heb ik me in vergist. Deze ga ik je zo laten zien, want dat is nog een stans. Dan heb ik nog deze set uitgekozen. Het zijn labels en... hoe noemt dit? Een tag. Ook een label. Hè? Dit meer etiketten. Ook gesloten. Dus dan kan je heel leuk met een kleurtje en daar dan weer inschrijven, stempelen. En ik vond deze ook wel heel grappig. Een tapje die je dan ook weer wat kan versieren. Storage label. Dus ik denk dat zijn ook stansen, of stempels die ook heel leuk in het junk journal verwerkt kunnen worden. Ik ben heel benieuwd hoe ze stempelen. Dan had ik ook nog deze set. En nou, kan je zo het plaatje niet goed zien. Het lijkt net alsof die achterstevoren zit. Dan deze ook heel schattig. Allemaal van die kindjes. Ja, kijk, zo kan je het iets beter zien. Hij zat op zijn kop. Ook allemaal van die vintage kinderen. En een heel schattig hondje hier ook. En een teddybeer. Super lieve stempeltjes. Dus ik dacht, die wil ik ook heel graag hebben. Nou, ik toch mag uitzoeken. En Thinking of You zit er nog bij. With Love. En Forever Friends. En Happy. Dus ook deze set heb ik erbij. En dan, waar ik me in vergiste, dat ik zei, dat is een stempelset. Dat is een stansenset. En daarin zijn postzegels. En probeer ik even op mijn spiekbrief te vinden waar die is. Want die kost €4,74. En daar zit in een grotere vierkant. Min of meer vierkant. Met 6 postzegels stand je dan uit. Dus als je een mooie grote afbeelding heb. Ik heb ooit in zijn Happy Mail ook wel eens zoiets gekregen. Ik denk dat die persoon ook deze stansen set had. En super leuk ziet dat eruit. Dan kan je die postzegeltjes los gebruiken. Maar je kan het ook aan elkaar laten. En dan misschien als achtergrondje in een, op een kaart of zo gebruiken. En dan zit er ook nog deze set bij. Dat is een ticketstrip of 2 ticketstrips, 2 verschillende modellen. En nog 1 met vierkante postzegels onder elkaar. Die moeten dus van elkaar nog losmaken. Ook super gaaf. Eigenlijk stond zoiets al hele lange tijd op mijn lijstje. Dus ja, hoe een grote bof komt, ben ik dat ik daar dus dan nu zomaar mocht uitzoeken. En dan heb ik natuurlijk ook wat wakstempels gekocht. Ze hadden hele leuke smalle kleiner dan gewoon. Dus je hebt normaal van deze natuurlijk, die zijn wel bekend. Dit is een hele mooie grote met een retro hoofd. Ik weet niet of dat goed te zien is. Even kijken of ik het met licht mooi kan krijgen. Maar dit is een dame met zo'n retro kapsel en een wat grotere stempel. Even kijken, deze is 3 centimeter. Ik denk dat ze normaal zo'n 2,5, tenminste die ik heb, zijn wat kleiner dan deze. Dus ja, daar ben ik ook super benieuwd naar. Moet ik nog gaan uitproberen. En die was trouwens €3,42, die met die dame. Dan had ik nog een ovale, hele mooie, uitgezocht. Die heb ik hier. Met een boeket en een hele mooie rand eromheen. Mooie ovale vorm. Deze was ook €3,42. En die is dan in de breedte 2 centimeter en in de hoogte 3. Super tof. Ja, en dat wilde ik dus zeggen, ze hadden ook minis. En ik heb ooit een keer een mini gekregen ook van iemand. Super leuk. Het zijn best wel zwaar. Staafjes. En op de bovenkant zit dus dan de wakstempel. En deze is een... Dit is een libelle. Kan ik dat laten zien aan jullie? Kijk, gaaf hè? Met een mooi randje eromheen. Hele toffe libellen. En deze zijn, even zien, 1,5 centimeter. Dus daar kan je hele leuke kleine wakstempeltjes mee maken. De prijs van deze is €4,15. Dus dan heb ik voor allebei. En dit is een olijventak. Kunnen jullie dat goed zien? Ik denk het wel hè? Een olijventakje. Ook €4,15. Ja. Dus daar ben ik ook super blij mee. Nou, ik heb toen gekozen ook voor een mooi kleurtje waxparels.
Een mooie blauwe kleur. Ik denk, blauw gebruik ik heel graag. Dus ik dacht, die ga ik erbij doen. Alleen die heb ik niet meer kunnen opzoeken wat ze gekost hadden. Want nu heb ik het binnengekregen vorige week. En het, is, het staat er niet meer op. Het is op. Dus dat, dat kan daar natuurlijk ook. Maar ze hebben van allerlei kleurtjes. Ook een bakje met verschillende kleurtjes. Dus leuk als je gaat beginnen dat je van alles wat hebt. Maar met deze mooie had ik dus ook gekozen. 100 stuks. Ja, en het spijt me. Ik weet dus echt niet meer wat het gekost heeft. Dan had ik nog een setje papier. Papieren labeltjes of meer tekstjes. Ik moet zeggen, deze heb ik volgens mij ook al wel eens bij Temu en... hoe heet dat? AliExpress gezien. En zelfs in dezelfde type verpakking. Als ik me niet vergis. Deze kostte hier, even kijken, €1,25. Dus ik weet niet of vergelijking met de andere daar. En ze hadden hier verschillende soorten van. Dus ik heb nou gewoon één setje uitgekozen. Van ieder velletje zijn er 2. En het is meer een soort... Ja, drie. 3 van ieder velletje. Meer een soort reclameachtig iets. En hier zit nog een randje wat niet goed uitgestanst is. Dit kan ook een soort bon van vroeger zijn. Maar in ieder geval vintage afbeeldingen. En die wilde ik gaan gebruiken in achtergronden van leuke collages en zo. Ook weer voor in de junk journal. Plan was wel... om weer wat meer te gaan junkjournalen. En toen dacht ik, nou, dat was eigenlijk wel heel erg leuk om daar dan dingetjes voor uit te zoeken. En wat ze daar ook nog hadden, wat ik heel erg leuk vond, zijn verschillende zakjes. Ik heb deze zakjes uitgekozen. Zijn wat grotere. En de maat is, even kijken, 13 centimeter bij 18 centimeter. Zijn 10 stuks. En dit setje kostte 91 cent. Dus ik kan er natuurlijk iets leuks in doen bij de Happy Mail. Dus als je iemand een Happy Mail stuurt, dan kan je deze in gebruiken. Maar ik dacht ook, dit is ook leuk om als pagina in een junk journal met gelijk een pocket te gaan gebruiken. Ze zijn niet al te dik, dus dat is ook ideaal voor in de journal. Want al dat hele dikke, dat wordt natuurlijk een monsterlijk dik junk journal van, dus dan zijn die hele dunne zakjes zijn ideaal. En dan heb ik ook nog deze kleinere. Zijn er ook 10 en die zijn van iets steviger materiaal. Zijn meer blokzakken. En die waren €1,70 en de maat zo is 9 centimeter bij 18. En het, de 6 centimeter diepe blok. Die kun je natuurlijk ook weer iets leuks in stoppen om cadeau te doen of bij een journal. Maar ook kan je hier als je leuke pockets mee maken voor in je journal. Dan zou je hier een beetje lijm kunnen doen. En dan heb je hier dus een pocket voor een mooie tag. Dit kan je dan op je pagina plakken bijvoorbeeld. En dan ook hier nog weer wat insteken. Als je hem dan zo plakt, kan je er daar nog weer wat insteken. Dus ik dacht, die wil ik eigenlijk ook wel heel graag hebben. En ze wel grappig met een heel subtiel stippenprintje. Dus die heb ik ook gekregen. Nou, zoals ik al zei, mag ik jullie dus een hele een leuke kortingscode geven. Dus als je gaat kijken en denkt, daar wil ik wat graag ook kopen. Dan gebruik dan de code JOYCE met een hoofdletter J10. Ik zal het hierboven ook eventjes schrijven. Met die code krijg je dus 10% korting op je gehele bestelling. Wat ik nog verder wilde zeggen was... dat het wel wat langer duurde. Dus ik heb in, ik denk begin september ongeveer besteld. Wat we van Temu nu laatst zo blij verrast mee waren, dat het dus binnen 5 dagen kwam. Dat is met dit niet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet helemaal duidelijk heb waar het nou vandaan komt. Het zou uit China kunnen komen, maar kan ook uit Amerika zijn, omdat de website met dollars en dergelijke meteen start. Maar daar ben ik niet helemaal uitgekomen waar dat nou vandaan komt. Maar wel hele leuke spullen. En zoals ik al zei, kijk eventjes goed, want er zijn dus artikelen bij, zoals die stempelsets van €1,13. Nou, dat is gewoon fantastisch. Die zijn hartstikke goedkoop. En als ze ook nog goed gaan stempelen, maar dat ga ik nog uitproberen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar ook wel wat dingen dat ik dacht, jeetje, zoveel, dat snap ik niet helemaal. Dus kijk even goed wat je wil bestellen en naar de prijzen.
En dan gebruik mijn code, zou ik zeggen. Dankjewel voor het kijken. Ik ga lekker uitproberen. En dan laat ik je binnenkort weten hoe het allemaal werkt en hoe het bevalt. Tot de volgende keer. Doei doei.